hemel wees blij. Kom nu aarde juich. Kom nu volk van de Heer, geef hem weer. Kom nu wel het uit. Als je staat op de bergtop, kom verhef je stem. Ook in de vallei, kom en wees blij en zing voor hem. Sta op en prijs hem, hij verdient de eer. Sta op en prijs hem, zing voor de hoogste keer. Met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. Sta op en prijs hem. Kom nu hemel wees blij, kom nu aarde juich. Kom nu volk van de Heer, geef hem weer, kom nu wel het uit. Als je staat op de bergtop, kom verhef je stem. Ook in de vallei, kom en wees blij en zing voor hem. Sta op en prijs hem. Hij verdient de eer. Sta op en prijs hem. Zing voor de hoogste keer. Met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. Sta op en prijs hem. Met al je kracht, sta op en prijs hem. Sta op en prijs hem. Sta op en prijs hem. Goedemorgen, ik mag u, ik mag jou welkom heten in deze interkerkelijke dienst. We komen samen, normaal in de kerk, maar nu vanuit een huiskamer, bij u thuis, bij jou. En we vinden het fijn om samen Gods woord te openen, om daaruit te leren. Om te luisteren naar muziek of om mee te zingen. En we zijn natuurlijk benieuwd naar wat er gebeurt op het Puppetplein. Hey, hallo. Hey, waren jullie er allemaal al? Nou, weet je wat? Nee, wacht. Ik moet het even anders zeggen. Hebben jullie wel eens een bruine koe gezien? Vast wel. Bijna elke boerderij loopt er wel eentje. En weet je, is er ook wel eens iemand die tegen jullie dan verteld heeft wat er uit een bruine koe komt? Ja, precies. Chocolademelk. En dat is mij nou dus ook verteld. En weet je? Nou heb ik maar een bruine koe gevraagd voor mijn verjaardag aan boer Bernard. Want ja, ik ben dol op chocolademelk, dus dat leek me wel wat. Ik kan me niet langer inhouden. Nou, zeg oma. Hey, oma, waarom lacht u mij nou uit? Ik kon het toch ook niet weten? Nou, sorry Rut, maar het is toch echt wel grappig. Natuurlijk geeft een bruine koe ook gewone witte melk. Ja, daar kwam ik ook achter. Maar weet u wat het is, oma? U weet dat natuurlijk omdat u vroeger op de boerderij heeft gewoond. En ik woon op het Puppetplein. En hier lopen geen bruine koeien in mijn huisje. Dus ja, ik wist alleen wat iedereen mij vertelde. Oh, ja. Dat klopt, Rut. Tuurlijk, dat klopt. Zo zit het. Maar je weet toch wel
dat ik, en ik schep niet op hoor, iedereen zegt het, dat ik de allerbeste en de enige echte chocolademelkmaker van de hele wereld ben? Ja, ja zeker dat bent u, maar ik dacht toch echt dat als die bruine koeien dat nou ook konden? Ja, ja, nou ja, ik dacht dat, zeg maar. Nou, de enige echte, dat is van mij hoor. Nou, weet je wat oma, ik ga het nog één keer proberen. Dan, ik heb zo'n, hoe noemden ze dat nou? Een do-it-yourself pakket. Ik meende dat het iets van Engels was, maar goed. Het betekent dus, doe het zelf. Dus, weet je, ik ga het proberen. Ik zag dat ze dat op bol.com hadden en zo. En ik heb de beschrijving even goed gelezen. En de referenties. Dus ik ga het nu maar gauw doen. Ja. Nou zeg, wat zei ze nu, die Rut? Begrijpt er ook niets van, hè? Ze had het over een bollen. En in het Gronings, bollen is een stier. En die geeft geen melk. En ze had het over kom, een kommetje. Dat is ook niet handig, want dan brand je heel snel je handen. Een beker, dat is veel beter. Laat ik maar vast aan de slag gaan, want dit komt met Rut vast niet goed. Oh nee. Man, dit is toch echt niet lekker. Ik kan het helemaal niet zelf maken. Wacht even hoor, wacht. Man. Even mijn mond. Heb ik nog een chocolademelksnor, jongens en meisjes? Nee? Oh, gelukkig. Oh, man, helaas. Dat chocolade do-it-yourself pakketje of zo. Bah, dat was toch niet te drinken? En ja, nou, die koe die deed het dus ook al niet met chocolade. En, oh, man. Oma had toch gelijk. De enige echte chocolademelk is toch wel echt van oma. Oh. Dus Rut, het is je niet gelukt. Nou, nee oma. Het was echt heel erg vies. En ja, ik blijf erbij. U had helemaal gelijk. Ik kan niet anders zeggen. De enige echte blijft echt van u. Dan heb je geluk, Rut. Ik wist het wel. Ik heb alvast iets gemaakt. En weet je, je komt zomaar even langs. Ik kom maar een beker halen. Ik zet het klaar. Oh, echt oma? Echt waar? Ja hoor. Oh, wat lekker. Wat fijn. Dan bent en blijft u dan voorlopig toch maar gewoon de enige echte chocolademaker. Dat dacht ik ook. En weet je Rut? Nou? Zoals ik, is er maar één natuurlijk. Ja. En weet je, er is ook maar één God. En dat is nog veel, 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 veel belangrijker dan een chocolademelkmaker. Want daar gaat de preek straks over, dat er maar één God is. Dus, maar gauw luisteren. Gaan we doen, oma. Maar eerst dat kopje chocolademelk, toch? Ja, oké. Okay. Doei, kinderen. Dag. Dan nog enkele mededelingen. De Shelter Band verzorgt vandaag de samenzang en de muziek. Timothy Uylkema, voorganger van de Baptistengemeente uit Nieuw-Weerdingen, verzorgt de toespraak. En vandaag spreekt hij over het thema Er is maar één God. Aan het eind van deze dienst is er weer een collecte, bestemd voor de voedselbank hier in Tweede Exloomond en Valtemond. Aan het eind van de dienst hebt u de gelegenheid om een gift te geven. Mocht het nu niet lukken met de QR-code, dan kunt u natuurlijk altijd een gift overmaken op de bankrekening van uw eigen kerk en de penningmeester van uw eigen gemeente zal dit dan overmaken ten gunste van dit doel. Van harte aanbevolen. Ik wil graag een gebed uitspreken. Heere God, dank u wel dat we ook op deze dag
zo als kerken, als gemeente samenkomen. En dat we ons verbonden weten met elkaar, maar bovenal met u. U bent de schepper van hemel en aarde. U kent ons. U houdt van ons. En ook vandaag, in de tijd waarin we leven, bent u dezelfde. En we danken u dat we vanuit uw woord, de Bijbel, mogen leren wie u bent, hoe u handelt, maar ook hoe we zelf zijn. Heer, en ik bid om genade, ook als we luisteren naar de toespraak, dat we ervan mogen leren. En dat het niet om ons gaat, maar altijd om u. Want er is maar één God. En we willen u eren. Amen. Goedemorgen gemeente. Na grote inspanning, en dan komt er ook vaak weer een tijd van ontspanning. En ja, dat is misschien iets wat ons wel aanspreekt. We hebben net vakantie gehad, op weg naar de grote vakantie. Maar ja, bij ontspanning kan er ook een gevaar om de hoek komen. We zeggen niet voor niks in het spreekwoord rust roest. En ja, als we naar de kerkgeschiedenis kijken, of ook naar de Bijbelse geschiedenissen,
dan zien we dat de tijden waarin het ja, allemaal voor de wind gaat of als er te veel rust is, ja, dat dat niet altijd de beste tijden zijn voor Gods volk, voor de kerk. En de vraag is, als we lezen uit Gods woord vandaag, wat gebeurt hier? Rust roest, wat is hier aan de hand? En daarvoor gaan we lezen uit Joshua hoofdstuk 22 vers 1 tot en met 34. Ik lees daarbij uit de Nieuwe Bijbelvertaling, Joshua hoofdstuk 22 vanaf vers 1. Joshua liet de stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse bij zich komen. Hij zei tegen hen, u hebt alles gedaan wat Mozes, de dienaar van de Heer, u heeft opgedragen en u bent mij, ook mij, in alles gehoorzaam geweest. U hebt uw broeders al die jaren nooit in de steek gelaten, maar de opdracht die de Heer, uw God, u gegeven heeft, getrouw uitgevoerd tot op de dag van vandaag. Nu heeft hij uw broeders vrede gegeven, zoals hij hun heeft beloofd. Ga daarom terug naar uw eigen woonplaatsen. Ga naar uw eigen gebied dat Mozes, de dienaar van de Heer, u heeft toegewezen ten oosten van de Jordaan. Maar houdt u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft. Heb de Heer, uw God, lief en volg de weg die hij u wijst. Leef zijn geboden na. Wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel. Hierna zegende Joshua hen en nam afscheid, waarna ze naar huiswaarts gingen. Aan de eerste helft van Manasse had Mozes al grondgebied in Bashan toegewezen. Joshua wees aan de tweede helft een grondgebied toe bij dat van de andere stammen ten westen van de Jordaan. Joshua zegende hen bij het afscheid. Met de woorden, ga terug naar huis, beladen met vele rijkdommen, met zeer veel vee, met zilver en goud, koper, brons en ijzer, met kleding en overvloed, en deel deze oorlogsbuit met uw stamgenoten. Hierop verlieten de nakomelingen van Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse de andere Israëlieten. Vanuit Silo en Canaan gingen ze terug naar Gilead, hun eigen gebied, om zich daar te vestigen, zoals de Heer hun bij monden van Mozes had opgedragen. Toen ze bij de Jordaan waren gekomen, bouwden ze nog op de westelijke oever in Canaan een opvallend groot altaar. Dit kwam de andere Israëlieten ter oren. Ze hoorden dat Ruben, Gad en half Manasse op de oever van de Jordaan aan de grens van Canaan een altaar hadden gebouwd. De volksvergadering werd bijeengeroepen in Silo en er werd besloten om tegen Ruben, Gad en half Manasse ten strijde te trekken. De Israëlieten stuurden echter eerst een afvaardiging naar hen toe. Deze bestond uit Pinegas, de zoon van priester Eleazar, en 10 vooraanstaande Israëlieten, familiehoofden, die ook aan het hoofd van een stam stonden. Toen ze in Gilead waren aangekomen bij de nakomelingen van Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse, zeiden ze tegen hen, wij spreken namens het volk van de Heer. De volksvergadering wil weten waarom u de God van Israël ontrouw bent geworden door dat altaar te bouwen. Vanwaar deze ontrouw waarmee u zich van de Heer hebt afgekeerd en tegen hem in opstand bent gekomen? Waren de wandaden bij de Peor nog niet rampzalig genoeg voor ons? Daar hebben we ons tot op de dag van vandaag nog niet van gereinigd. En het volk van de Heer heeft er zwaar onder te lijden gehad. En nu wilt u zich opnieuw van de Heer afkeren? Zodra u tegen hem in opstand komt, treft zijn woede onmiddellijk het hele volk. Is uw eigen land soms onrein? Kom dan naar het land van de Heer, waar hij zijn tabernakel heeft. Kom bij ons wonen. Maar kom niet in opstand tegen de Heer. En kom ook niet in opstand tegen ons door nog een tweede altaar te bouwen, naast het altaar van de Heer, onze God. Heeft Achan, de nakomeling van Zerach, zich soms niet vergrepen aan goederen waarop de band van de Heer rustte? Trof de woede van de Heer toen niet het hele volk? Achan was niet de enige die om die misdaad stierf. De stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse antwoordden de stamhoofden van Israël. Maar de Heer der goden, de Heer weet toch, en ook Israël moet weten, dat wij beslist niet tegen hem in opstand zijn gekomen en hem niet ontrouw zijn geweest. Als het wel zo is, Heer God der goden, trek dan onmiddellijk uw handen van ons af. Als wij dit altaar inderdaad zouden hebben gebouwd om ons van de Heer af te keren, om er brand- of graanoffers op te brengen of vredeoffers, dan mag de Heer ons daarvoor laten boeten. We hebben het alleen maar uit voorzorg gedaan. We wilden voorkomen dat uw nakomelingen tegen die van ons zouden zeggen, wat hebt u eigenlijk met de Heer, de God van Israël, te maken? De Heer heeft immers tussen uw nakomelingen van Ruben en Gad en ons de Jordaan als grens gesteld. U hoort helemaal niet bij de Heer.
Kortom, we waren bang dat uw nakomelingen die van ons zouden beletten de Heer te dienen. Daarom zeiden we tegen elkaar, laten we een eigen altaar bouwen. Het is geen altaar voor brandoffers en vredeoffers, maar een altaar dat kan getuigen van de afspraak tussen u en onze nakomelingen. Want ook wij willen de Heer dienen bij zijn tabernakel en hem daar onze brandoffers en vredeoffers brengen. Dan kunnen uw nakomelingen nooit tegen die van ons zeggen dat ze niet bij de Heer horen. En als ze dat later toch zeggen, dan kunnen die van ons hun antwoorden. Kijk, hier staat een kopie van het altaar van de Heer dat onze voorouders hebben gebouwd. Het dient niet voor brandoffers en vredeoffers, maar getuigt van de afspraak tussen u en ons. Werkelijk, het is verre van ons om tegen de Heer in opstand te komen en ons nu van hem af te keren door nog een tweede altaar voor brand- en graanoffers en vredeoffers te bouwen. Naast het altaar van de Heer, onze God, dat voor zijn tabernakel staat. Deze verklaring van Ruben, Gad en half Manasse stelde de priester Pinegas en de hoofden van de volksvergadering, de stamhoofden van Israël, gerust. Pinegas, de zoon van de priester Eleazar, zei tegen hen, nu weten we dat de Heer in ons midden is, want u bent hem niet ontrouw geweest. Met deze verklaring hebt u het volk van Israël voor zijn ingrijpen behoed. Hierop namen Pinegas, de zoon van de priester Eleazar, en de stamhoofden afscheid van de Rubenieten en Gadieten en gingen van Gilead terug naar Kanaan, naar het volk van Israël. Ze brachten verslag uit en ook de Israëlieten waren gerustgesteld. Ze prezen God en zagen ervan af tegen de Rubenieten en Gadieten ten strijde te trekken en hun gebied te verwoesten. De Rubenieten en Gadieten noemden het altaar getuigen, want zeiden ze, het getuigde voor u en voor ons van dat de Heer onze God is. Tot zover uit het woord van God. En het was een lang verhaal uit Gods woord. En daarom gaan we ook met elkaar een lied zingen. Geef mijzelf aan u, volkomen. Leg mijn leven voor u neer. Ik wil alleen voor u gaan leven. Leef voortaan mijzelf niet meer. Geef mijzelf. Geef mijzelf aan.
hoofdstuk 22 begint het vierde deel van het boek Joshua. De eerste drie delen die hebben te maken met een initiatief van God. God roept het volk op om het beloofde land binnen te trekken, in te nemen en te verdelen. En aan het einde van Joshua hoofdstuk 21 lezen we in vers 43 tot en met 45. Zo schonk de Heer Israël het hele land, zoals hij hun voorouders onder ede beloofd had. De Israëlieten namen het in bezit en gingen er wonen. En de Heer gaf hun vrede aan alle grenzen, precies zoals hij hun voorouders beloofd had. Geen van hun vijanden kon tegen hen stand houden. De Heer leverde al hun vijanden aan hen uit. Hij brak niet één van de beloften die hij Israël had gedaan. Hij deed ze alle gestand. In een serie over het boek Joshua ben ik bezig met het thema Gods rust ingaan. En hier in Joshua 21 vers 44 horen we: en de Heere gaf hun vrede aan al hun grenzen, precies zoals hij hun voorouders beloofd had. De Heer geeft het beloofd land en God geeft ze vrede aan al hun grenzen. Maar hoe zal het volk omgaan, ja, nu ze de rust ingaan, nu ze allemaal mogen gaan wonen in hun eigen woonplaatsen? Want we lezen zo mooi in hoofdstuk 22 vers 1... dat Joshua de volgende 2,5 stam bij zich roept: Ruben, Gad en de eerste helft van de stam Manasse. Deze 2,5 stam hebben op eigen verzoek al land in bezit genomen aan de oostzijde van de Jordaan-oever, toen Mozes nog de leider van het volk was. Maar ze kregen daarbij wel de opdracht om met het volk mee op te trekken, de Jordaan over, het land in te nemen en daarbij zelfs voorop te gaan in de strijd. En dat hebben ze ook gedaan. Hier zien we dat na 7 jaar trouwe dienst, dat Joshua de 2,5 stam bij zich laat roepen. En dat hij tegen hen zegt in vers 2 tot en met 5. U hebt alles gedaan wat Mozes, de dienaar van de Heer, u heeft opgedragen. En u bent ook mij in alles gehoorzaam geweest. U hebt uw broeders al die jaren nooit in de steek gelaten. Maar de opdracht die de Heer uw God u gegeven heeft, getrouw uitgevoerd tot op de dag van vandaag. Nu heeft hij uw broeders vrede gegeven, zoals hij hun heeft beloofd. Ga daarom terug naar uw eigen woonplaatsen. Ga naar uw eigen gebied dat Mozes, de dienaar van de Heer, u heeft toegewezen, ten oosten van de Jordaan. Maar houdt u altijd aan de geboden die hij u onder zijn onderricht gegeven heeft. Heb de Heer uw God lief en volg de weg die hij u wijst. Leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel. Het vierde thema en werkwoord in het boek Joshua is dienen. Na het binnentrekken, innemen en verdelen gaat het uiteindelijk om het dienen van de Heer. Maar wat daarbij belangrijk is, krijgen deze 2,5 stam op hun hart gedrukt. In vers 5 lezen we: maar houdt u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft. Heb de Heer uw God lief en volg de weg die hij u wijst. Leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel. Bij dienen van de Heer is het woord van God leidend. En dat verbaast me niks, want aan het begin van het boek Joshua krijgt Joshua de volgende woorden zelf al mee. In Joshua hoofdstuk 1 vers 8. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Nou, een vergelijkbare boodschap heeft Joshua voor de 2,5 stam. En het lijkt aan het begin van Joshua hoofdstuk 22 wel een soort samenkomst. Want Joshua roept deze 2,5 stam samen. Hij heeft een woord voor hen, een soort preek. En dan volgt er ook nog een zegen en een zending in vers 6 tot en met 8. Daar lezen we: hierna zegende Joshua hen en nam afscheid, waarna ze huiswaarts gingen. Aan de eerste helft van Manasse had Mozes al grondgebied in Bazan toegewezen. Joshua wees aan de tweede helft ook een grondgebied toe, bij dat van de andere stammen ten westen van de Jordaan. Joshua zegende hen bij het afscheid in vers 8 met de woorden: ga terug naar huis, beladen met vele rijkdommen, met zeer veel vee, met zilver en goud, koper, brons en ijzer, met kleding en overvloed, en deel deze oorlogsbuit met uw stamgenoten. Tot zover geen vuiltje aan de lucht. Maar dan, wat gebeurt er in vers 9 tot en met 34? Gaat het al snel fout met een groot altaar? Rust roest. Maar dit lijkt wel heel snel fout te gaan.
ten strijde trekken, dat is een vergaande stap. En zeker als je bedenkt dat je net een hartverwarmend afscheid van elkaar hebt genomen. Jarenlang samen in de strijd hebt gestaan. Maar de ijver voor 's Heeren huis verteert het volk. En gelukkig wordt eerst een afvaardiging naar de broederstammen gestuurd om de zaak te bestuderen. In vers 16 lezen we dat de 2,5 stam door de andere stammen in staat van beschuldiging worden gesteld. Wij spreken namens het volk van de Heer. De volksvergadering wil weten waarom u de God van Israël ontrouw bent geworden door dat altaar te bouwen. Vanwaar deze ontrouw waarmee u zich van de Heer hebt afgekeerd en tegen hem in opstand bent gekomen? Wij zouden zeggen, misschien eerst een paar informatieve vragen stellen over wat er is gebeurd. Dat is misschien beter. Maar het blijkt dat niet alleen deze 2,5 stam goede bedoelingen hebben, maar ook de afgevaardigden van de overige stammen goede bedoelingen hebben, ook met hun duidelijke beschuldiging aan het adres van de 2,5 stam. De afgevaardigde Pinegas verwijst daarbij naar de geschiedenis. Bij Baal Peor heeft het volk zich bijvoorbeeld schuldig gemaakt aan afgoderij en hoererij. En die trek zit diep in het volksleven ingeworteld. En daarom zijn ze ook bang bij de bouw van het altaar, of dat daarmee te maken heeft. Is het afgoderij? Waarom deed de 2,5 stam dit uit eigen initiatief? Terwijl God gezegd had en dat er in de wet van Mozes staat dat zijn naam op één plaats aanbeden moet worden. En in het boek Joshua is Silo vanaf hoofdstuk 18 de plaats waar de ontmoetingstent is opgezet. Het is de plaats waar het altaar van de Heer staat. En Silo betekent dan ook plaats van rust. En waarom maakt dan die 2,5 stam zo'n groot altaar aan de westzijde van de Jordaan? Opvallend genoeg aan de westzijde. Nou, we handelen en oordelen vaak te snel zonder dat we alle informatie hebben om een goed oordeel te kunnen vellen. Als er dan nog maar gepraat wordt en niet direct tegenmaatregelen worden genomen. Er stond hier al een leger klaar. Gelukkig kwam eerst een afvaardiging om met elkaar te gaan praten. Want in het praten met elkaar toont men dat ze de broederband met elkaar willen vasthouden. De beschuldiging van de afvaardiging uit Silo die werkt als een bom in slag. De 2,5 stam vindt de aanklacht vreselijk. En wat ik heel bijzonder vind, er komt geen woede-uitbarsting van de 2,5 stam. Nee, het komt bij hun binnen. Er is een diepe ontroering. En dat is volgens mij ook een teken van hun onschuld. Ze roepen God aan, zelfs 2 keer, als getuige. Maar waarom hebben zij dan dit grote altaar gemaakt? Nou, de 2,5 stam zegt tegen de afvaardiging van de overige stammen in vers 24 en 25... We hebben het alleen maar uit voorzorg gedaan. We wilden voorkomen dat uw nakomelingen tegen die van ons zouden zeggen, wat hebt u eigenlijk met de Heer, de God van Israël, te maken? De Heer heeft immers tussen u nakomelingen van Ruben en Gad en ons, de Jordaan, als grens gesteld. U hoort helemaal niet bij de Heer. Kortom, we waren bang dat uw nakomelingen die van ons zouden beletten de Heer te dienen. Door de natuurlijke scheiding van de Jordaan was er een reëel gevaar dat de 2,5 stam minder misschien bij het volk van God zouden horen of zelfs afgescheiden zouden raken van het altaar en de dienst aan de ene ware God. En wat ik zo mooi vind is dat de stammen, de leiders van Israël zijn gekomen met deze vraag van wat er gebeurd is en met deze beschuldiging, omdat de dienst aan de ene ware God voor hun op het spel stond. En andersom zien we vanuit het antwoord van de 2,5 stam dat het hen ook om de toekomst ging en het dienen van de ene ware God. Het mooie is dat het alle stammen dus nog om hetzelfde ging. Om dienst aan de ene ware God. En door het grote altaar aan de westzijde van de Jordaan wil de 2,5 stam juist de eenheid en de katholiciteit van 's Heeren dienst tot uitdrukking brengen. Voor ons als christenen
ja, gaat het dan niet om de Rooms-Katholieke Kerk, maar om de algemene kerk van alle plaatsen en tijden. Voor christenen is God niet aan één plaats hier op aarde verbonden. Maar ook wij vinden het vaak maar moeilijk om de eenheid met elkaar te bewaren. Terwijl, als het goed is, we allemaal de Heere God willen dienen. Gelukkig begrijpt Pinchas de goede bedoelingen van de 2,5 stam. We lezen in vers 30 deze verklaring van Ruben, Gad en half Manasse, stelde de priester Pinchas in de hoofden van de volksvergadering, de stamhoofden van Israël, gerust. Ze stonden er als de stammen van Israël dus nog hetzelfde in, samen in de dienst van de Heere God. En Pinchas zegt tegen hen, nu weten we dat de Heer in ons midden is, want u bent hem niet ontrouw geweest. En met deze verklaring hebt u het volk van Israël voor zijn ingrijpen behoed. En dan lezen we in vers 34, de Rubenieten en Gadieten noemden het altaar getuigen, want, zeiden ze, het getuigt er voor u en voor ons van dat de Heer onze God is. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, welke monumenten kennen wij vanuit ons persoonlijk leven en ook als kerken, ja, die getuigen van, ja, onze dienst aan de ware God. Misschien een doopkaart of misschien een kruis aan de wand of aan onze ketting of onze trouwring. En wat hebben die symbolen ons vandaag te zeggen? En wat hebben deze monumenten, ja, de volgende generatie te zeggen? Die nu al in de kerk zit, maar ook die nog komt. En er zullen natuurlijk ook monumenten zijn, als we daaraan denken, ja, dat het niet de eenheid van de christenen weergeeft, maar dat er misschien juist wel scheiding aan vastzit. En als ik daarover nadenk, dan denk ik, ja, waar zou de komende generatie het meeste mee bezig zijn? Met wat kerkstromingen, christenen, welke verschillen er zijn, wat hen onderscheidt? Of zouden ze meer geïnteresseerd zijn in de eenheid, wat hen samen verbindt? Maar waarbij het bij christenen in de kern om gaat, is wat er in 1 Timotheus 2 vers 5 en 6 staat. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Jezus niet als altaar, maar het getuigenis van de Heer Jezus. Dat is waar het om gaat. Het is een Bijbelse opdracht om de eenheid te bewaren. En dat betekent vanuit het Bijbelgedeelte van vandaag niet dat we elkaar geen moeilijke vragen mogen stellen. We handelen en oordelen, zoals gezegd, vaak te snel, zonder dat we, ja, het hele plaatje kennen. Dat we weten wat er aan de hand is. En ik hoop dat we elkaar ook rekenschap mogen vragen van de daden die we bij elkaar zien, de dingen die we doen, maar ten diepste van het geloof wat in ons leeft. Waarbij we echt geïnteresseerd zijn in de goede bedoelingen van de ander. Juist als we ergens misschien wel een andere visie op hebben. Want regelmatig hebben we een verkeerde of in ieder geval een beperkte voorstelling, ja, van wat andere gelovigen, andere kerken samen doen. En het is heel makkelijk, ja, om een karikatuur daarvan te maken. Wederzijds. Maar de afgevaardigden die begrepen eerst niet wat de 2,5 stam met het altaar bedoelde. Maar door met elkaar het geloofsgesprek te voeren, kan de broeder- en zusterband met elkaar worden vastgehouden. In een kerk zelf, maar ook tussen gelovigen, christenen uit verschillende kerken. Want als het goed is, is er door ons geloof in de ware God en de ene middelaar veel meer wat ons samen bindt dan ons van elkaar scheidt of onderscheidt. Is dat nog iets wat mijn hart verblijdt? Ik ben dankbaar dat we met elkaar samenwerken hier ook in de monden, in de zin van een leerhuis, maar ook in de week van gebed. Dat we samen mogen staan in de dienst van de Heer. Want daar gaat het ten diepste om in het Bijbelgedeelte van vandaag. Om het samen dienen van de Heer. Maar tenslotte,
Wat heeft het dienen van de Heer te maken met het thema van Gods rust ingaan? In de prekenserie over Joshua, ja, wordt de link met Jezus telkens gelegd. En in verband met rust en dienen liggen de woorden van Jezus uit Matteüs hoofdstuk 11 vers 28 tot en met 30 voor de hand. Daar zegt Jezus, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het is Jezus zelf die ons rust wil geven. Het is Jezus zelf die de mensen roept om bij hem te komen. Mensen die onder zware lasten gebukt gaan van wat de wetgeleerden en de schriftgeleerden hen hebben voorgeschreven. En Jezus nodigt ze uit om bij hen te komen, want hij wil hun rust geven. Maar Jezus biedt hun ook een juk aan. Zijn juk. En als wij denken aan een juk, dan denken we misschien aan iets zwaars. Maar een juk is juist bedoeld om de last te verlichten. En ja, het juk staat ook symbool voor de wet. In het Jodendom was het een bekend beeld voor de wet. En het juk opnemen betekende dan ook dat je bij een rabbijn in de leer ging. Maar een Joodse leraar heeft nooit gezegd, neem mijn juk op je. Dat is wel wat Jezus heeft gezegd. En hij zei ook dan daarmee, leer van mij. Hij is het voorbeeld wat we volgen. Jezus stelt zichzelf als de wijsheid van God in plaats van de wet. Zoals voor de Joden de wet de volle openbaring van God is, zo bevat de Heer Jezus dat voor ons. En toch schrijft Paulus later in de Galaten brief in hoofdstuk 6 vers 2 wel over de wet van Christus. En de wet van Christus is niet een andere wet dan de wet die God aan zijn volk heeft gegeven en die goed is. Toch mag na de komst van Jezus de wet een hele andere plaats in ons leven hebben. De wet van Christus wil ons de ware vrijheid doen kennen. En dat kan omdat de geest van Christus zelf, ja, de wet van Christus in ons leven vervult. Dat maakt niet dat we zelf niet verantwoordelijk zijn. Onze inzet en onze verantwoordelijkheid is er als christenen. Maar het betekent wel dat wat God van ons vraagt niet losstaat van zijn belofte. En helemaal aan het begin van de preek heb ik erbij stilgestaan dat God in het boek Joshua, ja, al zijn belofte vervult. En het is omdat God zijn belofte waarmaakt dat we op hem kunnen vertrouwen. En ja, in de Bijbel is het gave en opgave. Wat God van ons vraagt, wil hij ons geven. En van daaruit gaat Gods rust ingaan en dienen ook met elkaar samen. Ook als ik denk aan het kruis. Wij mogen rusten in het volbrachte kruiswerk van de Heer Jezus Christus. En daar hoeft niks aan toegevoegd te worden. Maar van daaruit mogen we ook onder de leiding van Gods geest, ja, leven en in zijn dienst staan. Zoals Jezus zelf ook gezegd heeft, neem mijn juk op je en leer van mij. Als je dat wil, op die manier Gods rust ingaan door het volbrachte kruiswerk van de Heer Jezus, dan kun je tot de Heer Jezus gaan in gebed en hem aannemen als je redder, maar ook als je Heer, om te zeggen, Heer, ik wil u volgen alle dagen van mijn leven. En zo mogen we Gods rust ingaan en dat we samen in dienst mogen staan van onze grote Heere God. Want hij is de enige God. Halleluja. Amen. We hebben zo pas de toespraak van Timothy Uylkema gehoord. En hij heeft gesproken over dat er maar één God is. En soms krijg je de indruk dat kerken zo verschillend van elkaar zijn. En toch werken we hier samen in de monden met verschillende kerken. Met PKN en Baptist op allerlei manieren. En we ervaren dat als heel bijzonder. Een van de activiteiten waarin ik betrokken ben is de Week van Gebed. En ik heb hier aan tafel Herma Boerma, wij kennen elkaar van de Week van Gebed. Wie ben jij? Kun je iets over jezelf vertellen? Ja, nou, Herma Boerma ben ik. Wij wonen nu zo'n 20 jaar. En ik ga naar de protestantse gemeente in Tweede Exomond. En daar zit ik in de kerkraad, ik ben scriba.
En ik ben getrouwd, ik heb 4 kinderen. Oké. Okay. Hey, nu werken we met 3 gemeenten samen. In Tweedeksloo, Mond, Valtemond en ook daarbuiten nog met de Nieuw-Weerdingen. En hebben we deze diensten. Hoe ervaar jij dat als lid van de protestantse gemeente? Nou, ik vind het heel mooi dat we het samen doen. Dat, dat die wil er is en dat we het zo opgezet hebben. Aan de andere kant mis ik natuurlijk wel de fysieke diensten, de ontmoeting met de gemeenteleden. Maar ik vind het heel mooi dat dit er is. Maar dan is het ook wel weer jammer dat je de mensen van de andere gemeentes niet ontmoet. Dus het is natuurlijk een klein groepje wat samenwerkt in het opzetten van de diensten. Maar goed, wat jij zegt, in het leerhuis, in de week van het gebed, dan ontmoet je juist ook elkaar. Mm-hmm. Als leden van verschillende gemeentes. En dat doet mij wel veel, ja. Mm-hmm. Nu zeg je al van dat je de mensen mist. Ja. Daarvoor is de kerk ook bedoeld, hè? Dat een plek is waar je mensen ontmoet. Ja. Alleen, in de situatie waar we nu verkeren, kan het niet anders. In de toespraak van Timothy zei hij ook, of las hij een tekst uit 1 Timotheus 2, vers 5 en 6. Want er is maar één God. En maar één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Wat betekent deze tekst voor jou persoonlijk en voor ons als kerken samen, hier in de regio? Nou, dit is wel de kern van mijn geloof. Dat God zoveel liefde heeft, dat hij gratis voor niks zijn genade aanbiedt en geeft door zijn zoon te geven. En te zeggen van, ik wil graag dat je mijn kind bent. En je hoeft er niks voor te doen, je hoeft alleen maar bij me te komen. Mm-hmm. Dus nou, dat is heel mooi. Dat is wel de kern van het geloof. Ja. Nou zei Timothy in zijn toespraak ook van, waar zal de volgende generatie het over hebben? Ik ben groot geworden in een periode dat het de verzuiling, katholieke kerk, PKN, evangelische kerken, we stonden allemaal los van elkaar, keken soms op een verkeerde manier naar de andere kerk. Dat is gelukkig nu heel anders. Hoe is dat bij jullie in de kerk? Hoe kijkt de nieuwe generatie naar ons? Heb je daar een indruk van? Nou, kijk, de jeugd, daar wordt heel veel samengewerkt door de kerken onderling. Dus de jeugd die kijkt daar, of kijkt daar niet naar, die heeft natuurlijk ook de bekende mensen, de mensen waar je, waar je bij hoort, die het beste kent, die zitten in je eigen kerk, dat is logisch. En daar heb je ook heel veel mee, die ontmoet je vaker. Dus daar heb je meer contact mee en meer uitwisseling. Maar qua geloof, denk ik dat het voor de jeugd niet veel uitmaakt. Die hebben contacten onderling uit verschillende kerken. Mm-hmm. Dus die zijn eigenlijk ons voorbeeld? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. 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 Als we nou volgend jaar een week van gebed mogen organiseren, wat moeten wij als ouderen dan doen? Wat moeten we als ouderen doen? Thuis blijven zoals nu? Oh, dat bedoel je. Of meer elkaar opzoeken? Nou ja, dat probeer ik wel te stimuleren, tenminste in onze gemeente. Ja. Door aan te geven, zoals nu de kerken werken samen in de diensten. Mm-hmm. Maar je zit achter je eigen televisie of computer. En we doen het wel samen, maar wie zijn we? En ik ken die mensen niet. Maar ik merk zelf, door het omgaan in allerlei activiteiten met mensen van andere gemeentes, maar dat zijn mensen die willen dezelfde God dienen. Die hebben dezelfde, die beleven hetzelfde geloof. En het is heel mooi om dat samen te doen. En het maakt niet uit van welke kerk, want dan merk je pas dat je één en dezelfde God hebt, dezelfde God wil dienen en dat je bij elkaar hoort. Zo is het. Ja. En met die woorden sluit ik dit interview af, want we hebben samen het verlangen om die ene God te dienen. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij.
We zijn aan het eind gekomen van deze dienst. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Het kan zijn dat je een vraag hebt naar aanleiding van de toespraak. Neem dan contact met ons op via de website van de kerk of via telefoonnummer 06-132-34737. De tweede mededeling is: als je hulp nodig bent, dan kun je ook contact met ons opnemen of surfen naar de site nietalleen.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende week. En tot slot vraag ik Timothy of hij met ons wil danken en een zegenbede wil uitspreken. Laten we samen bidden en ik zal ook het gebed eindigen met Gods zegen. Heer God, we danken u dat er maar één God en maar één middelaar tussen God en mens is. En dat bent u, Heer Jezus, die zich gegeven heeft als een losprijs voor allen. En door het geloof in de Heer Jezus Christus zijn we met elkaar verbonden. Van welk kerkverband we ook zijn. En ook nu we niet eens samen op één plaats kunnen komen. Heer, we zijn door u verbonden met elkaar.
En we danken u voor die eenheid die er nu is. En vanuit uw gave is het dan ook onze opgave om die eenheid te bewaren en anders te zoeken. En Heere, wilt u ons vergeven waar we daarin tekort zijn geschoten. Maar we danken u voor deze gezamenlijke dienst. We danken u voor het leerhuis, de open monden, voor de week van gebed. Heere, dank u dat we onder uw zegen in verbondenheid met uw grote naam mogen leven in deze week. En daarom mag ik het u ook zeggen. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader zij door de verbondenheid met de Heilige Geest met u allen. Halleluja. Amen. Zingen tot slot nog een lied. Zodat men u in mij heeft
dat ik